Nou, volgens mij hebben wij hier een oud-Hagenaar die even iets wil vertellen over zijn omgeving. En dat is de heer Henk Schreuders. Bert Schreuders. Want Bert heeft al heel lang geleden een accountantskantoor. Nee, assurantiekantoor. Assurantiekantoor. Ja. Op de Laan van Meerdervoort ook. Nou, daar heb ik maar een aantal jaren gezeten. Ja, ja. En nou, leuk. Ik heb in ieder geval een leuk... Het assurantiekantoor Schreuders heeft bestaan van 1930... Tot? Tot en met... dat ik erin gezeten heb tot en met 1990. Zo. 60 jaar. Ja, 60 mijn vader jaar. Is erin begonnen. Ja, ja. Oh, ja. Dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En ja, typisch nog een echte manager met een stropdas om. Ja. Praten we hier gezellig even over. 35 graden. Maakt niet uit. Nou, dat is hartstikke goed. Dus je zit hier eigenlijk precies op goede locatie. Zo'n oude Haagse heer. Oude Haagse heer. Op stand. Nou, ik durf te zeggen dat ik ben in Den Haag geboren en getogen. Ja. En ik ben echt in de goede zin des woords een Hagenees. Ja. Nou. Fijn je hebben te ontmoet, want ik denk dat we heel veel van elkaar zouden kunnen opsteken. Want hoe is jouw achternaam? Ik ga het even opschrijven.